Dit is muziek van Orlandus Lassus, een Vlaamse componist uit de 16e eeuw. En ook al woonde Lassus bijna de helft van zijn leven in München, toch was hij beroemd over heel Europa. Dankzij één uitvinding, één revolutie die de hele muziekwereld op zijn kop zette. De boekdrukkunst. Orlandus Lassus was een Vlaamse polyfonist. Een wat? Een componist is dat van polyfonie. Meerstemmige muziek, zoals dit. Maar Lassus had nog een talent. Hij kon namelijk heel goed zingen door een opleiding als koorknaap aan het internaat. Goede zangstemmen waren zeldzaam, ook in het buitenland. Dus al snel kreeg Lassus een mooie job aangeboden in Italië. En op zijn 12 trok hij voor 10 jaar naar het muzikale zuiden. En dat was het beste wat de jonge Lassus ooit kon overkomen. Want daar leerde hij de Italiaanse taal spreken en hij ontdekte ook alle Italiaanse muziekgenres die zo eigen waren aan de streek. Zoals dit. En Lassus ontdekte ook de schoonheid van Italiaanse poëzie. De beide ouders van Lassus lagen op sterven, dus keerde hij op zijn 22 terug naar onze contrée, naar Antwerpen. En daar publiceerde Lassus zijn eerste werk. Als je dat bekijkt, als je dat opendoet, dan zie je meteen dat Lassus een componist is die van alle markten thuis was. We zien Franse chansons, Latijnse missen en Italiaanse poëzie prachtig op muziek gezet. Die veelzijdigheid was goud waard. En die eerste uitgave werd niet geschreven met de hand voor een manuscript. Ze werd gedrukt. Aan het begin van de 16e eeuw was het manuscript, het handschrift, de meest evidente manier om muziek te noteren en ook om te delen met mensen. Maar het manuscript had heel veel nadelen, want het kostte enorm veel geld. Het kostte ook veel tijd. En het was alleen maar voor een klein laagje van de bevolking, voor de kerk, voor de adel, voor rijke, machtige mensen. Maar daar heeft de boekdrukkunst verandering in gebracht. In het begin moest een partituur 3 keer onder de pers gaan. De eerste keer voor de notenbalken, tweede keer voor de noten, derde keer voor de tekst. Maar daar heeft de Franse muziekdrukker Pierre Attignon een oplossing voor gevonden om het allemaal in 1 keer te kunnen doen. Met andere woorden, muziekdrukken werd nog goedkoper, waardoor nog meer mensen partituren in huis konden halen. Je muziek drukken betekende ook je muziek verspreiden bij verschillende klassen van de maatschappij en in verschillende landen. En dat heeft Lassus ook geholpen aan het begin van zijn carrière om bekend te worden als componist, als veelzijdige componist in het buitenland. En zijn publicaties gingen dan ook heel vlotjes de grens over. Tot hij in Beieren begon te werken. Want op zijn 24 werd Orlandus Lassus aangenomen als tenor, als zanger bij de hertog Albrecht van Beieren. Hij heeft daar bijna 30 jaar gewerkt als zanger, maar ook als componist. Muziek voor bij de jacht, voor in de kapel, voor bij het eten. Lassus leerde daar ook zijn vrouw kennen, kreeg daar ook zijn kinderen. Maar er was één iets wat Lassus niet mocht doen van de hertog. En dat was muziek drukken. Het laten drukken van partituren was een doorn in het oog voor de hertog Albrecht van Beieren. Want het betekende dat de muziek van zijn privécomponist, van Lassus, muziek waarvoor hij betaalde, plots openbaar werd en toegankelijk voor iedereen. Dus daar stak de hertog een stokje voor. Alles wat Lassus componeerde bleef een goed bewaard geheim. Een mooi voorbeeld, prachtige muziek, die Lassus tot zijn grote spijt niet mocht laten drukken, zijn deze boetepsalmen.
De boetepsalmen zijn een verzameling van 7 psalmen uit het Bijbelse psalmboek. En voor Lassus waren die teksten heel dankbaar om muziek op te componeren. Want de psalmen gaan over de angsten en de zonden van de gelovige mens. En dat was nu net wat Lassus wilde bereiken met zijn muziek. Emoties uitdrukken. De muziek menselijk maken. Zoals het zo belangrijk was voor de Renaissance-componisten. De ene boetepsalm gaat over de mens die een zonde heeft begaan en dus bij God om vergiffenis vraagt, om genade smeekt. De andere gaat dan weer over de dood en over de hel. En dat hoor je. Er werden kosten nog moeite gespaard om die boetepsalmen van Lassus te vereeuwigen. Op de oude manier dus, niet in een gedrukte vorm, maar wel in een handgeschreven manuscript. Een prachtig, verlucht, geïllustreerd manuscript met ook schilderijen. Want tussen de notenbalken en de teksten zien we ook Lassus zelf aan het werk. Hoe mooi dat manuscript ook was, het bleef ad usum privatum, voor persoonlijk gebruik. Pas in 1584, 4 jaar na de dood van de hertog, verscheen de eerste gedrukte versie van de boetepsalmen van Lassus. En zo werd die ontroerende muziek eindelijk toegankelijk voor veel meer mensen. Orlandus Lassus is dus bekend geworden door 2 dingen. Eerst en vooral door zijn veelzijdigheid, door zijn talent om te kunnen componeren in verschillende genres en talen. Duits, Frans, Italiaans, Latijn, allemaal geen probleem. En ten tweede heeft Lassus ook het geluk gehad om te leven in de tijd van de boekdrukkunst, wanneer de boekdrukkunst volop aan het bloeien was. En daardoor konden componisten wereldberoemd worden. Toch in Europa. En dat is gebeurd. Dank u wel, boekdrukkunst, maar vooral voor die mooie muziek. Dank u wel, Orlandus Lassus. Bedankt om te kijken naar deze video. Als je hem leuk vindt, kan je hem altijd liken. Als je vragen hebt of reacties, laat maar weten. En ze moeten subscriben. En subscriben moet ook.